Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van weerplaza.nl. Momenteel trekt er een koufront van noord naar zuid over het land. En bij dat koufront valt er wat regen. En achter dat koufront klaart het op. U ziet boven zee al de verschillende buien liggen. Die kleine witte dotjes, dat zijn allemaal buien waarmee we met name van later vannacht en vooral morgen te maken krijgen. Als ik de satellietbeeld in beweging zet, dan is ook te zien dat het koufront geleidelijk aan naar het zuiden trekt. Dus vanavond zal het in het zuiden ongetwijfeld nog bewolkt zijn en soms valt er wat regen. En in het noorden komen geleidelijk aan steeds meer opklaringen voor. En in die opklaringen, daar kan het vannacht lokaal flink gaan afkoelen. Vanavond vanuit het noorden van het land dus steeds vaker opklaringen. Lokaal valt er nog een spat regen. In het noorden is dat van de buien die al klaar liggen boven de Noordzee. En in het zuiden is dat allemaal nog afkomstig van het koufront. Achter het grond komt koelere lucht binnenstromen. De noordwestenwind die trekt aan, wordt matig tot later zelfs eventjes hard aan zee. En bovenland is die wind iets rustiger, matig, windkracht 3 of 4. Het koelt vanavond nog niet heel veel af, maar op sommige plaatsen kan de temperatuur al vrij snel dalen naar waarde onder 7 graden. De komende nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. In het noorden en in de kustprovincies valt een enkele bui en verder land inwaarts is het eigenlijk gewoon vrijwel overal droog. De temperatuur die daalt naar een graad of 3 op de koudste plaatsen. En naar zee zal het kwik niet heel veel verder dalen dan ongeveer 7 graden. Morgen is het dan zo dat zon en wolken elkaar afwisselen. En daarbij vallen er verspreid enkele buien, met name in de noorden van het land en in de kustprovincies. Heel misschien dat er in het noordoosten van het land nog een klap onweer bij de buien voor kan komen. Maar tussen de buien door zijn er in elk geval felle opklaringen en is er ruimte voor de zon. De meeste ruimte voor de zon is er in het verdere binnenland, in het oosten en zuiden van het land. Daar doven de buien geleidelijk steeds verder uit. En op sommige plaatsen blijft het misschien zelfs al de hele dag droog. Warm wordt het niet, maximaal van 10 of 11 graden. En door de matige tot krachtige noordwestenwind voelt het op sommige plaatsen toch eigenlijk echt wel guur aan. De komende dagen blijft het wisselvallig. Donderdag zien we ook nog steeds afwisseling van wolken, zon en een aantal buien. Met name opnieuw die buien in het noorden van het land. Vrijdag zijn er meer wolken en valt er af en toe wat regen. En ook op zaterdag zien we de buien terugkeren. De temperatuur in de middag die daalt op sommige plaatsen wel van 12 naar 10 of 9 graden. En zondag dat lijkt zelfs de koudste dag te gaan worden van deze week. Met maxima rond 8 graden. Dat zien we ook goed terug in de pluim. Vooral zondag en de nacht naar zondag toe en in de nacht naar maandag. Dan zien we dat de temperatuur ook flink kan gaan dalen. Lokaal misschien zelfs wel tot onder het vriespunt. De kans op vorst neemt ook wel toe. Dat is goed te zien later in volgende week. Waarmee er steeds meer berekeningen onder het vriespunt komen. Zowel de temperaturen in de nacht als overdag die dalen. Dat heeft allemaal te maken met de aanvoer van arctische lucht. Maar na volgend weekend wordt het eigenlijk wel zo onzeker dat de stroming aan de grond gaat bepalen of het bij ons koud wordt of dat het wat zachter blijft. Mijn naam is Wilfred Janssen van meerplaza.nl.